Hallo, ik ben Tjer Zoyaarts en ik ben cartoonist. Uh, en we zijn hier vandaag in het archief van het Persmuseum in Amsterdam uh, om de vraag te beantwoorden: waarom zijn cartoons belangrijk? Nou, en om die vraag nou te beantwoorden op een goede manier, moeten we uh, een tijdje terug in de tijd. Uh, politieke cartoons zijn in Europa ontstaan in de 18e en 19e eeuw. Uh, en een hele bekende prent uit die tijd is er een uit 1831 van Honoré Daumier. Ik heb die prent hier uh, op mijn iPad. Uh, op deze tekening zie je een karikatuur van de koning van Frankrijk van die tijd, Louis-Philippe. Onder de Nomier had de geniale ingeving om uh, uh, een karikatuur van, van Louis-Philippe te tekenen... en die langzaam te laten transformeren in een peer. Nou was dit een uh, vrij radicaal concept voor die tijd. Uh, omdat uh, het een absolute monarchie was. En in Frankrijk was het niet gebruikelijk uh, dat er kritiek was op de koning. Dus... Uh, het beledigen van de koning door met een stuk fruit te vergelijken, uh, lijkt in onze tijd uh, vrij onschuldig, maar was in die tijd uh, een, een heel stuk minder onschuldig. En dat gaf aan uh, dat je kritiek op de monarchie kon hebben dat je kritiek op de koning mocht hebben. Uh, en dat was een belangrijk, uh, belangrijk punt. Uh, en ook heel belangrijk dat, dat een cartoonist dat deed. Nou is dus deze cartoon. Uh, meer een belediging dan, dan een politiek statement. Het zegt nog niet zoveel over de staat van de monarchie. Uh, het zegt niet zo heel veel over het functioneren van de koning. Uh, daarom hebben we ook nog een andere print van uh, dezelfde tekenaar, weer Honoré Redomier. Uh, in dit geval is de print een jaar later gepubliceerd in uh, hetzelfde tijdschrift. En het weer koning Louis-Philippe. Uh, maar dit keer met wat context waardoor het een echte politieke cartoon wordt. Hij herkent Louis-Philippe weer aan zijn uh, piervormige hoofd. Uh, en wat je hier ziet is uh, uh, voor jullie uh, rechts in beeld, is uh, de bevolking van Frankrijk die uh, belasting aan het afdragen is uh, aan de koning. En dat wordt allemaal naar boven gedragen en dat verdwijnt allemaal in de hongerige muil van, uh, van de monarchie. Uh, en de koning is gezeten op een stoel, dat is tevens een wc. Uh, en uh, wat hij uitpoept aan de onderkant uh, zijn geen dingen die de bevolking ten goede komen, maar dat zijn uh, adellijke titels uh, voor, 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 uh, voor de adel, uh, landsbezitstitels. Uh, uh, eigenlijk allemaal dingen die uh, de adel ten goede komen, die zijn vrienden ten goede komen. Het is een, een, een aanklacht uh, over hoe de koning functioneert, over dat uh, wat hij doet de bevolking van Frankrijk niet ten goede komt, uh, maar uh, uh, alleen zijn vrienden uh, in, uh, in adellijke kringen ten goede komt. En dat is wat een cartonist uh, een doet. Hij. Uh, of zij stelt de macht aan de kaak en geeft in een plaatje weer uh, wat er volgens hem of haar mis is in de wereld. Uh, en het grappige is dat uh, wat Daumier deed uh, in 1831 en 1832, dat dat precies hetzelfde is uh, uh, hoe cartoonisten het in decennia later en zelfs nu nog uh, hebben gedaan. Nou, een tijd later, in 1903, uh, was het niet meer zozeer de koning, uh, maar het kapitaal. Uh, wat de macht had uh, en, en waar uh, kritiek op geleverd uh, moest worden. We hebben hier een hele mooie prent van Albert Haan uit 1903... ten tijde van de spoorwegstaking. Uh, waar je heel groot op afgebeeld ziet een arbeider... Uh, die zijn hand opsteekt om het spoorwegverkeer stil te leggen, de staking dus. En aan de onderkant zie je uh, het kapitaal. Uh, en het grappige van, van hoe het kapitaal hier getekend is... is dat het in symbolen is gedaan die nog steeds herkenbaar zijn voor ons... Uh, de, de man met de hoge hoed, nou, je kent hem waarschijnlijk uit het Monopoly spelletje. Uh, het logo van Monopoly is de man met de hoge hoed. Hij uh, staat voor het kapitaal en die staat dus al zo'n 150 jaar lang symbool voor het kapitaal. En dat werd door cartoonisten toen gebruikt en wordt nog steeds gebruikt. En de titel uh, of het bijschrift bij deze cartoon was uh, Gans, het radenwerk staat stil als uw macht gearmd wil. En Het gaat dus over uh, de macht die de arbeider heeft uh, en het is een kritiek op, uh, op het kapitaal. Nou, als we dan nog een stukje verder voorwaarts gaan in de tijd, dan hebben we de Eerste Wereldoorlog. Uh, en dan hebben we een hele mooie prent van uh, Louis Ramakers, die ontzettend veel uh, hele krachtige cartoons heeft gemaakt. die echt een aanklacht waren tegen, tegen oorlogsgeweld. En, uh, een van de eerste die hij maakte uh, was al in uh, uh, september 1914, tijdens de oogstmaand. Uh, toen maakte hij dit beeld waar, uh, waarop je een magere hein ziet. Uh, die met een zeis uh, niet de oogst binnen aan het halen is, maar uh, die mensen aan het neermaaien is. Als een soort, soort symbool uh, van, van de oorlog die gaande was, terwijl de boeren eigenlijk op het land hadden moeten zijn om, uh, om de oogst binnen te halen. Uh, ja, een ander voorbeeld van, van zo'n krachtig beeld uh, is dit beeld: uh, wederom een magere hein uh, die een kelk uh, drinkt En de kelk is gevuld, uh, gevuld met bloed. Het mooie van zo'n beeld is dat het ontzettend krachtig is. Dat het gelijk binnenkomt. Dat je gelijk weet waar het over gaat. Dat het een aanklacht tegen geweld is. Uh, en dat het uh, nu, meer dan een eeuw na dato. Uh, nog steeds uh, begrijpelijk is. En, uh, uh, en eigenlijk nog steeds even actueel. als je bijvoorbeeld denkt aan het conflict uh, in Syrië. Nou, Eerste Wereldoorlog uh, zijn dus heel veel van dat soort cartoons gemaakt. Uh, en in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook. Uh, en in de Tweede Wereldoorlog zie je ook. Uh, dat uh, heel veel cartoonisten Hitler op de hak nemen uh, en Mussolini en Stalin en eigenlijk alle dictators van die tijd. En, uh, en niemand deed dat beter dan de Engelse tekenaar David Low. Uh, en wat bijzonder is aan David Lowe is dat hij al uh, voordat anderen uh, in Hitler een bedreiging zagen, uh, vond dat Hitler heel gevaarlijk was en dat het best eens uh, uh, een bedreiging zou kunnen worden. En in 1930 maakte hij al deze brand, waarop Hitler in de kleren van de keizer uit de Eerste Wereldoorlog, de keizer die de Eerste Wereldoorlog begonnen was, de Duitse keizer, staat met als onderschrift, kleine Hitler, past de kleren van de keizer. Waarin Lowe eigenlijk waarschuwt van kijk uit, die Hitler zou best eens een bedreiging weer kunnen, kunnen vormen. En het grappige, of het goede, van de manier waarop David Low Hitler tekenen was, dat, dat het niet als een groot monster of een, of een enorme bedreiging was, maar juist als een kleuter. Een, een driejarige kleuter met, met driftbuien, dat zie je ook in de cartoon terug. Uh, en uh, dat dat veel meer effect, uh, zowel op de lezers op de, van de cartoon als op uh, Hitler zelf, die er ontzettend kwaad over werd. Uh, dan als iemand monster uh, had afgebeeld. Uh, en hij heeft, hij heeft ontzettend veel uh, van dit soort platen gemaakt waarbij Hitler als een soort uh, onbenullig mannetje of jongetje wordt afgebeeld. Uh, en Hitler is er zo kwaad over geworden dat hij uh, de krant waar David Low voor werkte, de Evening Standard, uh, heeft verboden in Duitsland. Uh, en de Britse regering is zelfs langs geweest bij David Low om te zeggen, uh, in, in de midden van de jaren 30 van van je iets minder uh, heftige beelden maken over Hitler. Want Hitler is er zo boos over dat de diplomatieke betrekkingen met Duitsland uh, wel eens gevaar uh, konden lopen. Ja, en, uh, na de oorlog is hier achtergekomen dat als uh, Duitsland ooit Groot-Brittannië zou binnenvallen... ...dat uh, Hitler uh, David Lowe op de zwarte lijst had geplaatst. En dat hij dus uh, nou ja, uh, ter dood zou zijn veroordeeld voor het, uh, voor het werk wat hij uh, maakte. Dat geeft aan hoe, uh, hoe een kracht cartoons kunnen hebben. En, en uh, hoe uh, dictators er boos om kunnen worden. En, uh, nou ja, dat mensen boos worden om cartoons, uh, dat is iets wat nog steeds gebeurt. Uh, ik heb zelf... Uh, in 2014 een cartoon uh, gemaakt die, die nogal wat ophef uh, heeft veroorzaakt. Uh, dat is dit kaartje. Het is uh, door Boomerang uitgegeven. Boomerang is uh, uh, een bedrijfje wat uh, gratis aanzichtkaarten uh, verspreidt bij, uh, bij restaurants, bij, bij, bij bioscopen, bij theaters, etc. En die vroegen mij uh, om tussen die aanzichtkaarten een, een keer een politiek cartoon te ontwerpen voor daarop, uh, die ook verspreid zou worden. Uh, en ze vroegen mij een cartoon te maken over de Islamitische staat. Dat heb ik gedaan. Uh, de cartoon zegt uh, God is goed. Uh, dat is natuurlijk een hele religieuze spreuk, en die heb ik uh, verbonden, uh, of eigenlijk tegenover uh, uh, een ander element gezet. En dat is ook een element wat we allemaal kennen: uh, een executie van de Islamitische Staat, waarin iemand in een oranje overal uh, bijna onthoofd wordt uh, door iemand met een, een bivakmuts. Uh, het beeld dat we allemaal kennen van de YouTube-filmpjes. Uh, ja, er, er zijn aardig wat mensen overheen gevallen die uh, het niet vonden kunnen uh, dat ik uh, um, God, wat door heel veel mensen die geloven als iets heel positiefs wordt ervaren, uh, verbond met de Islamitische staat. Uh, en waar mensen ook heel erg boos over werden, uh, was een ander element wat ik had toegevoegd. Uh, is, uh, je ziet die allemaal zelfs op de achtergrond, uh, dat zijn uh, middeleeuwse gravures uh, van de Inquisitie. En de Inquisitie was de middeleeuwse rechtbank van de katholieke kerk, uh, die uh, mensen die, waarvan zij vonden dat ze niet op een goede manier aan God uh, geloofden, uh, martelden en daarna ter dood veroordeelden. Uh, dus het punt wat ik, wat ik met mijn cartoon probeer te maken, uh, is dat religieus geweld iets is van alle tijden. En dat het niet alleen maar uh, over de Islamitische staat gaat als we aan religieus geweld denken. Dat ook het christendom uh, in, in haar historie ontzettend veel geweld kent. Uh, nou, het, het doel van zo'n soort kaart of zo'n soort cartoon uh, is ook om te prikkelen, is ook om te provoceren. Je weet als je zo'n beeld maakt, dat daar mensen boos over kunnen worden. Uh, en dat is eigenlijk ook de bedoeling, want je wil uh, mensen aan het denken zetten en je wil een discussie opstarten. Uh, en dat, dat is wat cartoons uh, doen of wat goede cartoons doen. En dat kan uh, door middel van provoceren en prikkelen zoals deze cartoon doet, of zelfs beledigen. Uh, het kan ook door humor. Uh, het zijn allemaal stelmiddelen die je als cartoonist hebt uh, om dat doel te bereiken. En dat doel is dus mensen aan het denken zetten. Nou, uh, heb ik het geluk dat, uh, dat ik in Nederland uh, woon en werk. Uh, en uh, uh, de problemen die ik heb gehad met dit kaartje zijn beperkt gebleven tot een paar bedreigingen in mijn, uh, in mijn e-mail inbox. Maar uh, er zijn heel veel cartoonisten die in andere plekken ter wereld werken, uh, die, er, die er een stuk slechter van afkomen. Ik heb een paar voorbeelden. Deze print is van een Iraanse kunstenares, die heet Athena Farghadani. Die heeft deze print gemaakt waarop ze de Iraanse parlementsleden heeft getekend met dierenkoppen in plaats van hun eigen mensenhoofden. In Nederland zou dat een vrij onschuldige plaat zijn, maar zo niet in Iran. Daar is ze opgepakt voor belediging en zit ze momenteel twaalf jaar in de gevangenis voor het maken van deze plaat. Een nou, ander voorbeeld is uh, een cartoon van een Syrische cartoonist, uh, Akram Raslan. Dat uh, was een hele bekende uh, Syrische cartoonist die uh, al, al heel lang aan het werk was daar en hele kritische platen maakte over, over Assad. En toen de, de oorlog daar uitbrak uh, is hij daarmee doorgegaan en maakte dit soort en nou, Hierop zie je uh, uh, Assad als een soort oorlogsmachine die door de straten uh, gaat uh, en, en dood en verderf zaait. In 2012 is hij opgepakt door, uh, door de Syrische veiligheidstroepen. Uh, en uh, vorig jaar werd bekend dat hij waarschijnlijk al in 2013 uh, in de cellen van, van Assad is, is overleden. Uh, waarschijnlijk is hij doodgemarteld zelfs uh, voor het werk wat hij heeft gedaan. Nou, en als, uh, als laatste voorbeeld is denk ik een plaat die we allemaal wel kennen. Vorig jaar uh, waarschijnlijk de grootste aanslag op, uh, op cartoonisten ooit geweest bij, uh, bij Charlie Hebdo in Parijs, uh, die maar eens te meer aangeeft. Uh, uh, hoe krachtig beeld is, maar, uh, maar ook hoe gevaarlijk uh, het, uh, het maken van cartoons kan zijn.